heel, allee, ja, het was heel tof. Ja, iedereen zat zo heel te juilen en te heel, ik weet niet, content dat wij de door waren, dat wij de zonen waren. Dus. Zeg, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd tussen uw overwinning en vandaag? We hebben veel interviews moeten doen, veel handtekeningen moeten uitdelen. En ja, ook wel een beetje zo-werk inhalen, he, want ja, we hebben wel veel zo-werk moeten missen. Maar allee, ja, we hebben het wel heel druk voor het moment, maar nu is het een beetje aan het minderen. Allee, ja, nu zijn we aan het signeren en nu moeten we een paar cd-winkels doen. Ik denk dat dan een beetje rustig gaat blijven tot Rotterdam en daarachter dan misschien nog een klein beetje en dan gaat dat wel weer opbouwen. Het feit dat je gewonnen hebt, geeft dat nu toch extra druk? Dat is gewoon, ik weet niet, leuk dat wij gewonnen zijn. Dat heeft niet echt zo'n stress of zo. Ben je niet een klein beetje bang of nerveus voor Rotterdam? Nu nog niet, maar ik denk als ik zo al die mensen ga zien die daar staan, dat we toch even staan van wow. En dat we dan wel even kriebeltjes gaan krijgen. Heb je al andere landen gehoord? Ik heb Nederlands gehoord. Ik heb de finale gezien van Nederland. En hoe vond je de finale van Nederland? Ja, ik vond die wel heel goed, maar ik vond... Mama, heb ik een hart? Mama, zie mij hier staan. Mama, wat deed ik fout? Mama, is dit wat ik verdien? Ben ik slecht misschien? Vol pijn, mama, dan ben ik toch niet van steen. Dan ben ik toch niet van steen. Ja, we hebben nu momenteel al 5 liedjes. We zijn bezig met nu een Engelstalig nummertje. En... ja, we zouden dus graag een album uitbrengen met onze producer, maar alles moet nog geproduceerd worden ofzo, maar dat is dus wel nu onze droom. En ja, wat we nu dus eigenlijk gaan doen is werken aan een album om dat zo vroeg mogelijk te proberen uit te brengen. Je hebt nog geen idee van wanneer dat album er zou zijn? We hopen toch dat zeker nog dit schooljaar kan uitkomen. Wil je echt een professionele muzikale carrière maken? Ja, ik zou dat wel heel tof vinden als we zo professioneel kunnen verder gaan. Want nu hebben we ook, ja, vroeger was dat zo onze repetitie, dat was een keer bij Laurens, dat was een keer bij Mirek. Maar we hebben nu ook een vast repetitiekot gekregen boven Jok. En we gaan dat nu echt iedere zondagmorgen gaan repeteren. En ja, omdat we wel professioneel willen doorgaan. Dat moet daarom niet met groepje zijn. Allee, ja, we hopen dat zo lang mogelijk te kunnen, maar als het aan mij ligt, ik zou toch wel graag professioneel kunnen verder gaan. Dan ben ik toch niet van steen. Dan ben ik toch...